vandaag gaan we het hebben over een jeepje. Letterlijk, want hier achter mij staat de jongste evolutie van de Jeep Renegade, de e-hybrid. Jeep zet vaart achter de elektrificatie. Die is er ondertussen al in allerlei vormen. En dit jaar nog stelt de 4x4-specialist een volledig elektrisch model voor. De Wrangler is er als plug-in hybride. En die technologie wordt in een snel tempo uitgerold doorheen het bestaande aanbod van het merk. En voor wie daarnaar wil opstappen, is er de e-hybrid. Een mild hybride aandrijflijn die het comfort wil verhogen en de uitstoot wil verlagen. En die niet alleen op de Renegade, maar ook op de Jeep Compass beschikbaar is. Maar het opvallend hoekige lijnenspel, dat leunt toch wel sterk op de typische Jeep-kenmerken. Kijk maar naar die radiatorgril met 7 sleuven bijvoorbeeld. En wat ik persoonlijk wel leuk vind, zijn die kleine stijldetails. Zoals hier. Maar ook hier. En hier. Enfin, ze zitten her en daar om en in de auto verstopt. Voor we overgaan naar de binnenkant, eerst de voornaamste afmetingen. Dat zijn een lengte van 4,24 meter, een breedte van 1,80 meter en een hoogte van 1,67 meter. En ook een bodemvrijheid van 17,5 centimeter die je in staat moet stellen om avontuur op te zoeken. Ik heb hier aan de binnenkant ook al wat verwijzingen naar design gevonden. En het moet gezegd, voor een auto die natuurlijk voor normaal gebruik bestemd is, wordt er toch een aparte sfeer geschapen. Het oogt allemaal wat robuuster dan wat de norm is. En die grote handgreep voor passagiers hier is wat dat betreft de kers op de taart. En heel wat van die materialen hier trouwens zijn gerecycleerd. Goed hè? Wat onthoud ik dan nog van het interieur? Wel, dat is een infotainment systeem van 8.4 of 10.1 inch groot. En dat herkent Apple CarPlay en Android Auto. En verder is er achter mij een bank voor 3 en vervolgens een koffer die tussen de 351 en 1297 liter groot is. Dit is een nieuwigheid, de e-hybrid. Die combineert een 48 volt elektromotor met een 1,5 liter 4-cilinder benzine. Samen leveren ze maximaal 130 pk en 240 Nm en een 7-trapse DSG stuurt dat naar de voorwielen. Het e-hybrid systeem is krachtig genoeg om niet alleen bijstand te leveren of energie te recupereren. Deze Renegade kan ook traag rijden, vertrekken en manoeuvreren zonder de brandstofmotor in te schakelen. De voordelen volgens Jeep zelf? Wel, betere prestaties, een hoger comfort en een lager verbruik. In dit geval wil dat zeggen dat de Renegade een topsnelheid kan neerzetten van 191 km per uur en dat hij de standaard sprint naar 100 km per uur kan afhaspelen in 9,7 seconden. Verbruiksgemiddelde en CO2-uitstoot volgens de WLTP-cyclus, dat is 5,7 liter en 129 gram respectievelijk. Zo, alleen nog de prijs en wij zijn rond. Er staat momenteel een Jeep Renegade in de catalogus vanaf €26.700. Alleen moet je het dan wel zonder de hulp van elektromotors stellen. Met e-hybrid hangt er aan de Renegade een catalogusprijs vanaf €30.800.